Ik ben Zaakje en ik ga met jullie heerlijke gevulde havermoutkoeken maken met abrikozen en witte chocolade. We hebben daarvoor de Koopmans Bio tarwebloemen voor nodig. Abrikozen, er gaat licht bij de basterdsuiker doorheen. Ik doe alvast het meel in de kom. Ik heb de suikerdoek erbij, licht bij de basterdsuiker. Uiteraard de havermout. Ik heb heerlijke stukjes witte chocolade. Lekker veel. Beetje zout. Ik breek een eitje erbij. Ik heb stukjes abrikoos gesneden. Hou ze een beetje herkenbaar. Dat vind ik altijd prettig als je ziet wat je eet. En als laatste heb ik hier de gesmolten boter. Ik gebruik altijd roomboter. Dat is gewoon echt het lekkerst. Die doe je ook erbij. Ondertussen heb ik de oven aangezet op 175 graden hete lucht. Je kan eventueel een conventionele oven gebruiken met boven- en onderwarmte. Dan zou ik hem op zo'n 190 graden ongeveer zetten. Nou, het deeg begint al mooi eruit te zien. Het is een beetje plakkerig, want je hebt natuurlijk die gesmolten boter. En ik zou gewoon lekker met je handen in gaan. Dan heb je gewoon lekker contact met je deeg. En dan weet je ook wat je maakt. Ik heb een bakplaat klaargezet met een stukje papier erop. Een stukje bakpapier. Zo. Nu gaan we bolletjes maken. En wat belangrijk is voor die bolletjes, dat je ze ongeveer de grootte van een flinke knikker. En leg ze vooral niet te dicht bij elkaar. Want dan heb je echt zo meteen, dan heb je straks allemaal koekjes die allemaal aan elkaar gekleefd zitten. Dat is gewoon niet zo handig. En zorg dat ze allemaal een beetje zo dezelfde grootte hebben. Want dan, dan kun je straks natuurlijk mooie duo's zoeken en ze stapelen. Nou, de koekjes gaan de oven in. We mogen een kwartiertje lekker bakken. Ondertussen gaan we de vulling maken. Dat is natuurlijk het lekkere van die koek. De abrikozenvulling. Ik heb een staafmixer met zo'n hakbakje erbij. We doen de abrikoos erin. Ik ga ook dus weer de zachte roomboter bij. Evenveel als de poedersuiker. Die mag er ook in. En dan laat je gewoon dit machientje even lekker het werk doen. Nou, dan heb je een goed vullinkje. Nou, dus kijk even of de koekjes al klaar zijn. Die zien er mooi uit. Dat ze een klein beetje uitgelopen zijn. En laat ze alsjeblieft even afkoelen. Want anders heb je echt zo meteen een gesmolten vulling ertussen. Dat is natuurlijk niet lekker. Wat ik wel eens wel handig vind om even het bakpapiertje en al stukjes eraf te trekken. Dan gaat het gewoon net wat sneller. Nou, mijn koekjes zijn nu inmiddels goed afgekoeld. En dan heb je een lekker vullingje. Dat smeer je erop. En dan plak je die andere erop. En heb je heerlijke gevulde abrikozenkoeken met havermout, witte chocolade en abrikozen. Voor meer baktips en dit hele recept, surf naar koopmans.com en dan kun je alles erover vinden.